Dit is niet hoe je dit normaal moet doen, deze allereerste gym, maar we gaan het toch proberen. Let's go! Yo, Nintendo fans! Trainers vinden je een noob als je nog geen badge hebt, zegt deze gast. Dus gaan we ervoor zorgen dat we in deze aflevering hopelijk onze eerste badge fixen. Maar hoe? Dat weet ik nog niet. Want ik heb alleen nog maar een Chimchar. En dit is volgens mij een Rock-type gym, dus dat is een probleem voor mijn Chimchar. Ik moet dus nog een nieuwe Pokémon gaan vangen, voordat ik deze gym kan gaan fixen. Chukarik heeft natuurlijk alweer zijn badge, of niet? Oh nee, hij is er niet. De gymleader is er niet. Hij is in Ouroburg Mine. Nou, dan gaan we eerst even daar naartoe. En dan hoop ik dat jij in de tussentijd even dat duimpje omhoog doet voor deze serie. En je abonneert. Als je dat nog niet gedaan hebt, en even dat belletje aanknalt. Want dan mis je niks in deze serie. En ik vind het vet als jullie meehelpen om nicknames te verzinnen voor deze Pokémon. Die we moeten gaan vangen. We gaan naar Ouroburg Mine. Dat is hier ergens beneden, toch? Maar waar ook weer? Ah, dat is hier naar beneden. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat als we in deze aflevering een nieuwe Pokémon vangen, dat ik die nickname nog wel zelf heb verzonnen. Want ik heb deze 3 video's gelijk op 1 dag opgenomen. De eerste 3 video's. Dus verzin vooral nicknames voor Pokémon die nog gaan komen. Hè? Die op de volgende routes nog gaan komen. En wie weet kies ik dan op een gegeven moment jouw Pokémon uit voor de nickname of met de nickname die jij dan hebt gekozen. En we krijgen hier gewoon even super potions. Ja, het zou wel lekker zijn als wij even een fighting type Pokémonnetje kunnen vinden. Zoals Machop hier in deze gym. Dat zou echt wel lekker zijn. En ik denk wel dat die hier moet zijn. Want met die Machop kunnen we dan natuurlijk de gymleader verslaan. Met zijn Rock-type Pokémon. Ja, ik ben dus even kijken of ik nog wat meer itempies kan krijgen van deze gasten. Zou op zich wel lekker zijn. Met al die mooie graafmachines hier zo. Nee, oké. Dan gaan we echt nu de mijn in. Kijk, hier liggen nog wel allemaal itempies. En daar staat een meneertje. We kunnen hier onderdoor itempie pakken. X-Defense. Dat soort items gebruik ik eigenlijk bijna nooit, moet ik eerlijk toegeven. Hallo! Iedereen in deze mijn die houdt zijn Pokémon dichtbij. Want misschien moeten ze wel gaan battelen met wilde Pokémon. Oké, let's go. Gooi even wat vette wilde Pokémon mijn kant op. Kom maar. Maar ik denk wel, dat zou wel eens een probleem kunnen zijn hoor. Als nu een van deze trainers, ja, kijk. Als hij allemaal Geodudes heeft en zo en Onix, dan heb ik echt wel een probleem. Oké, Machop. Goed zo, die kan ik hebben denk ik. Machop! Wat zou een vette nickname zijn voor Machop? Fit boy? Ultra fit boy? Zoiets, denk ik. Met 1 ember heb ik hem in ieder geval voor de helft neer. Dus dat is chill. Hij doet focus energy. Oké, doe je ding, doe je ding. Dan doe ik ook lekker mijn ding. Dan ga ik gewoon lekker met vuur spelen hier in die mijn. Maakt helemaal niet uit, jongen. Als alles in de fik gaat en instort, boeit helemaal niemand. lijkt me niet heel slim om met vuur te spelen in de mijn. We gaan naar level 12 met Abu. En kijk, dit zijn zijn stats. Alleen special defense blijft een beetje achter. Voor de rest is het allemaal lekker. Oeh, power-up punch. Oh, wacht even. Als ik nu al fighting moves ga leren, dan zou ik misschien met Chimchar ook gewoon die gym kunnen fixen. Ja, dan halen we leer gewoon weg. En dan kan ik het misschien wel gewoon met Chimchar fixen, deze gym. Dat zou ook wel lekker zijn. Oh, dat zou ziek zijn als we het gewoon met 1 Pokémon kunnen halen. Ik moet alleen uitkijken dat ze niet ground-type attacks kunnen. Want dan ben ik wel echt de Sjaak met Chimchar. Oh, lekker, man. Ik wist niet dat hij nu al fighting moves ging leren. Ik dacht dat dat pas later kwam. Oké. Doe een stapje achteruit en kijk hiernaar. Met de Hidden Move Rock Smash kan je dit soort blokjes verwijderen. Hoppakee. Oh, maar we moeten eerst de badge van de gym hebben voordat we die move kunnen gebruiken. Ja. En dit is de gymleader. Hij rent weg. Dus nu zouden we hem denk ik kunnen gaan battelen. Ik heb hier een escape rope zodat ik ook kan ontsnappen. Maar eerst nog even een battle. Ik ben hyped, jongen. Ik ben echt dik hyped. Ik weet niet. Zijn jullie ook nog hyped voor deze game? Ik vind het echt zo leuk om weer een Pokémon game te spelen. Let's go, Abu. Kijk, en nu kunnen we dus even die fight move gaan testen tegen deze Geodude. Power up punch. Beam. Oké. Super effective, maar niet voor de health down, maar mijn attack gaat wel omhoog door deze move. Dus we maken denk ik wel een kansje. Het zou echt een stunt zijn als ik dit met alleen Abu gewoon kan fixen. Kijk, mijn aanval gaat wel continu omhoog zolang ik deze move doe. Dus ik word ook steeds sterker tijdens de battle. Dat is echt super nice. Kijk of we deze Onix ook kunnen verslaan. Ja, die power-up punch is wel lekker hoor jongens. Kijk eens, kijk. Boom, lekker. Mijn aanval gaat nu nog verder omhoog. En met 2 klapjes hebben we dan ook die Onix gesloopt. Oeh, hij doet rock throw, maar hij mist mij. Oké, helemaal lekker. En dan... En dan is Onix die ook weg hoor. Lekker. Maar ja, als we natuurlijk steenaanval op onze kop krijgen, dan zijn we niet blij. Water, steen en grondtype moves. Dat is niet chill voor Chimchar. Dus ik weet toch echt niet of we het wel gaan redden hoor. Tegen de gymleader met alleen een Chimchar. Oeh, we hebben hier wel een wilde Onix. Ja, wat moeten we nou? Ik denk dat ik toch even moet gaan grinden om hier die... hoe heet het? Even een match-upje te vinden of zo, man. Ja, ik zou ook Onix kunnen vangen als backup.
Dat kan natuurlijk wel. Dat is, ja, het is een mogelijkheid. Ik gebruik echt nooit steentype Pokémon. Maar ja, weet je, het is wel leuk voor deze serie als we even een extra Pokémonnetje gaan vangen. Dus laten we Onix meenemen als backup. Voorlopig. Als het lukt, tenminste, als ik hem kan vangen. En we kunnen hem vangen. We hebben onze tweede Pokémon in de pocket in aflevering 3. Het heeft even geduurd omdat ik geen Starly en Bidoof wilde. Omdat ik die letterlijk elke keer tegenkom. Abu gaat naar level 13. En hier is Onixie. Hij raast door de grond. En hij eet van alles op als hij over de grond raast. Het is Rock and Ground. Oké. We gaan hem een nickname geven. Ik wilde hem eigenlijk Steenslang noemen of zo. Maar als we een beetje in het thema blijven van characters. Rocky? Uit de Rocky films? Omdat het een grote stapel stenen is. Let's go voor Rocky. Oké, nice. De tweede Pokémon is een feit. Ja, we moeten wat, hè. We moeten wel wat Pokémonnetjes toe gaan voegen. We hadden natuurlijk ook Geodude kunnen pakken. Maar ik denk dat Onix misschien dan toch nu een betere keuze is. Ja, omdat Chimchar nog geen fighting-type Pokémon is, zijn zijn vechtaanvallen nog niet super goed. Nou, wordt deze move dus wel echt sterker elke keer dat je hem gebruikt. Ik zou Geodude ook kunnen vangen. Maar ja, dan heb ik twee steen-Pokémon. Dat is niet echt heel erg handig, denk ik. Ik heb nu voor Onix gekozen, dus laten we ook volledig achter Rocky gaan staan, jongens. Let's go! Hoppakee, Geodude weg. Hey, dit is wel een goede plek om te trainen, trouwens. Nou, ik wil toch nog even wel een match-up eigenlijk hebben. Dat maakt de eerste gym echt een stuk makkelijker. Kan ik hier naar links? Oh, weet ik niet. Ah, Zubat. Ja, ik zou de gym ook met Chimchar en Onix kunnen proberen. Maar ik denk niet dat ik dat aandurf. Ik denk dat ik dat niet ga redden. Ik bedoel, als één van zijn Pokémon echt goede steentype aanvallen heeft, dan is het twee klappen en dan is Chimchar denk ik gewoon dood. Dus ja, dat is toch niet echt... Nee, lijkt me niet verstandig. Tenzij ik mijn Chimchar al kan evolueren. Dan zou het misschien wel kunnen. Oké, Geodude is ook weg. Word ik dan nu een level hoger? Ja, ik word nu level 14. Gaan we dat gewoon proberen? Gaan we het gewoon doen met Abu? Zullen we een poging wagen? Want kijk, ik bedoel, hij gaat wel evolueren. Hè? Misschien is hij wel gewoon wel sterk genoeg om dit te gaan fixen. Volgens mij wordt hij nog steeds geen fighting type Pokémon nu. Want anders zouden we het echt goed kunnen proberen. Maar daar gaan we, jongens. Abu evolueert naar deze vechtersbaas. Ja. Monferno. Blijft wel echt een vette naam ook voor een Pokémon. Monferno. Let's go. Oeh, ja. En nu is die een fighting type. Oké. Dus mijn fighting move is nu sterker. Ik zou dit oprecht kunnen gaan proberen. Hij wil ook Mach Punch leren. Dus dat is weer een nieuwe fighting type move. Laten we eens even kijken wat dat is. Een move die altijd als eerst gaat. Ja, ik ga Taunt sowieso weghalen. Dan kan ik er gewoon voor zorgen dat ik met Mach Punch de laatste klap sowieso ga geven, dat ik sowieso sneller ben. Moet wel zeggen, Monferno is sowieso al knijtersnel, dus ik denk niet dat ik Mach Punch heel lang ga houden. Ik ga het gewoon proberen. We gaan de gym gewoon doen en dan gaan we zien wie de noob is. Ja, maar er is alleen nog wel een Geodude die even dwars ligt. Die denkt, nee, je mag hier nog niet uit. Oh, kijk hoeveel sterker die nu in één keer is, jongens. Geodude overleeft het alleen omdat hij de sturdy move heeft. Of de sturdy ability is dat natuurlijk. Dat is geen move. Oh, dit kan interessant worden nu, jongens. Dit kan interessant worden. Gaan we dit gewoon fixen? Zonder een matchup. Zou lekker zijn. Ik doe nog even één battle, want dan is Rocky ook een level hoger. Moet wel zeggen, het was maar een level 6 Geodude, hè. Ik bedoel, kijk, nu moeten we tegen een level 9 Geodude. En dan is het niet zo dat ik hem in één keer sloop. Nou, hij gaat even voor Sandstorm. Hij laat het even lekker steentjes waaien hier. Hatse flats. Oké, Geodude weg. Een geëvalueerde Chimchar en een Rocky die op level 10 is. Zo! Zijn verdediging van Rocky gaat plus 4. Die verdediging zit gewoon nu al op 36. Dat is echt insane. Deze guy kan klappen vangen, jongen. Oké, dus ik zou tussentijds gewoon kunnen wisselen naar Onix of zo. Interessant. Let's go. Nog even naar het Pokécenter om mijn Pokémon te healen. Ja, dan ben ik echt knijter benieuwd of dit gaat lukken. Want dit is eigenlijk echt tegen alle verwachtingen in. Dit is niet hoe je dit normaal moet doen, deze allereerste gym. Maar we gaan het toch proberen. Let's go. Eerst maar eens even deze twee grappies verslaan. Kijken of dat lukt. Als dat dan niet lukt, dan hoef ik het niet eens te proberen. Youngster Jonathan. Oké. Geodude. Van welk level? Van level 10. Sowieso zijn wij sneller. Oké, dit gaat best hard. Dit gaat best goed. Ja, eigenlijk moet ik ze gewoon in één keer willen slopen. Maar dat lukt natuurlijk niet. Zo sterk zijn we nou ook weer niet. Kijk, als de trainers en de gymleader gewoon lekker verdedigende moves gaan doen. Ja, dan gaat er hier niet zo heel veel aan de hand zijn. Dan ga ik gewoon mijn eerste badge pakken. Ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Of ze die tactiek gaan hanteren. Deze guy probeert het in ieder geval wel. En dat pakt niet goed uit. Hij kan me beter gewoon aanvallen, denk ik. Dan de tweede gast. Darius. Die heeft twee Pokémon. En die begint ook met Geodude. Let's go, Abu. Het klinkt zo lekker. Elke keer weer.
Oké, power-up punch. We boosten onze aanval en we slopen deze Geodude wel in één keer. Level 8 Geodude, dat is sick. Oké, heeft hij denk ik nu een Onix? Dat verwacht ik. Ja, kijk, hij heeft inderdaad Onix. Nou, we gaan niet Onix tegen Onix doen. We gaan gewoon door. En we gaan door met diezelfde power-up punch. Kijken wat dat doet. Oeh, Monferno wordt wel sick, man. Zo, die aanval wordt wel even lekker geboost. Ik heb hoop, maar... of het gaat lukken, geen idee. Normaal zou ik het nooit zo aanpakken. Maar we gaan het toch echt zo proberen tegen Roark. Let's go. Roark is een trainer die trots loopt met zijn steentype Pokémon. En als de gymleader moet hij kijken of ik potentie heb als trainer. En hij laat zien hoe goed hij is met zijn steentype Pokémon. Ik ben wel een klein beetje bang hoor voor deze gymleader. Let's go Roark. 3 Pokémon. En hij begint ook met Geodude. Oké, Geodude, die moeten we kunnen hebben. Hopelijk gaat Geodude zichzelf verdedigen. En hopelijk hebben we hem in 2 keer, zodat we 2 keer onze attack kunnen boosten voor de tweede Pokémon die Roark eruit gaat sturen. Oké. We hebben deze inderdaad in 2 keer. Wat gaat Geodude als eerste move doen? Dat is de vraag. Geodude gaat voor Defense Curl. Ja, dit is wat ik wilde. Zichzelf verdedigen, want dit maakt niet uit. We gaan hem toch wel kapot maken. We zijn sowieso sneller. We zijn sowieso sterk genoeg. Dit houdt in dat ik 2 keer mijn aanval heb kunnen boosten door deze move. En dat het gewoon super effectief is tegen steentype Pokémon. Dus dat is lekker. Geodude is weg. XP komt eraan. Level 15. En kijk de stats. Die gaan echt... knijtersnel omhoog. 32, 24, 32, 21 en 34. Inderdaad, Onix. Oké. Nou, ik heb dus mezelf 2 keer geboost. Als ze deze Onix gewoon in 1 keer uit weten te schakelen, zou dat super, super lekker zijn. Maar ik denk dat ik 2 klappen nodig heb. Oeh, echt maar net. Omdat hij inderdaad sturdy heeft. Omdat hij mijn move kan overleven. Omdat dat nou eenmaal zijn ability is dat hij niet in 1 keer kapot kan gaan. En nu doet hij Rock Throw. Oké, niet super effectief. Omdat we natuurlijk nu een fighting type zijn geworden. Uiteraard. Anders was het wel super effectief. Oef, dat is natuurlijk een ding. Hij doet potion. Helemaal prima. Dat betekent dat hij mij niet gaat aanvallen. Maar dat betekent wel dat ik hem ga verslaan. Omdat ik gewoon al sterk genoeg ben. Yo. Wat lekker dit, Monferno. Dit is nu al zo'n fijne Pokémon. Hiermee gaat Rocky ook naar level 11. Dus die gaat ook een leveltje omhoog. Ja, zijn stats zijn oké. Maar zijn defense, ja, dat is gewoon insane. Hij kan zichzelf goed verdedigen. En nu, Granidos. Ik hou dezelfde Pokémon. Want ik heb natuurlijk mijn attack zo erg geboost, jongens. Dit moet goed kunnen komen, denk ik. Granidos is level 14. Ik weet niet zo goed wat Moldbreaker is eigenlijk. Ik hoop niet dat dat betekent dat hij nu als eerste mag. Ik ga gewoon door met Power-Up Punch. Oké, en die is super effective. En ja hoor, Granidos is gewoon in 1 keer down. Sikke move man van Monferno. We fixen het gewoon. De eerste match. Terwijl we eigenlijk gewoon, ja, nou ja, we hebben maar een halve weakness. Zo eerlijk moeten we ook wel zijn. Ik stond er even niet bij stil dat natuurlijk doordat ik nu een fighting type ben, rock type moves gewoon niet meer super effective zijn. Dat is super nice. En Roark die schaamt zichzelf, zegt hij. Ik heb verloren van de trainer die geen enkele badge heeft. Oftewel, hij vindt dat hij verloren heeft van een noob. Dat mag je ook gewoon zeggen hoor. Maar hij zegt, ja, dat is wel het verhaal. Je was sterk en ik was zwak en dat is wat het is. En ik moet je nu de badge gaan geven. De allereerste badge. De call badge. Ja hoor, en daar is die. Lekker man. Dit voelt goed. We zijn nu officieel op weg. We hebben onze eerste badge gehaald. En nu kunnen we dus Rock Smash gaan gebruiken buiten de battles. We krijgen ook nog even een TM. En dat is Stealth Rock en die is super nice. Ik denk dat ik die gelijk even aan Onix ga leren. Oh, we krijgen ook stickers. Dat is blijkbaar nieuw. We hebben een paar TM's gekregen trouwens. Omdat de TM's gewoon kapot gaan als we die gebruiken. We hebben er 5? Oké. Oh, die kan ik trouwens ook aan Abu leren. Sick. Nee, maar ik leerde nu aan Rocky. Let's go. En dan halen we Rock Polish wel even weg. Yo, dit is wel lekker, man. Dit is echt een soort van victory road gewoon die we lopen. De eerste badge is officieel binnen. Doen we gewoon even. Ik ben benieuwd of we Rocky een beetje gaan gebruiken. Ik heb het vermoeden van niet. Omdat hij gewoon een waardeloze aanval heeft eigenlijk. Dit is het mijnmuseum. Deze gast studeert fossielen. Maar nu nog niet. Ja, hij kan nog geen fossielen terugbrengen. Ik zou willen dat ik al een fossiel had. Dat zou echt wel nice zijn. Maar die hebben we nog niet. En dan zijn we alweer klaar in deze stad. En kunnen we onze weg weer gaan vervolgen hier naar boven op route 207. Althans, is dat echt zo? Kan ik hier verder? Nee, ik kan hier niet verder, want ik heb hier een fiets nodig. Volgens mij moeten we terug. Ja, en nu komen we natuurlijk wel een Machop tegen, hè?
Maar nu heb ik je niet meer nodig, jongen. En nu ga ik je ook niet vangen. Want ik bedoel, ja, ik zocht je in de vorige aflevering. Althans, nee, ik zocht je aan het begin van deze aflevering. Voordat we de gym gingen doen. Toen kwam je niet. Potverdorie. Ik pak wel even deze Pokeball. Maar hier kunnen we dus nog niet naartoe. We moeten naar Eternal City. Hé, en ik heb een Duskball gekregen. Ik ben toch maar even al die huizen ingelopen hier om te kijken of ik nog wat krijg. Ik heb net al een Great Ball gekregen. En nu krijg ik een Duskball. Oeh, hier wil iemand een Machop ruilen voor een Abra. Ja, ik heb dus geen Machop. Maar ja, Alakazam is wel vet, man. Dat is wel cool, ja. Alleen dat is ook weer een Pokémon die ik best vaak gebruik. Ik wil eigenlijk vooral Pokémon gebruiken die ik normaal niet zou gebruiken. Die ik nu voor het eerst gebruik. Dat is veel leuker. Ik bedoel, Alakazam heb ik ook al een paar keer gebruikt. Anyway, volgens mij moeten we terug. Ah, daar komt deze gast weer aangerend. Chuparicky. Hij zegt, wayo, je hebt de badge. We moeten nu naar Eternal City. Ik kan er niet naartoe via route 207. Nee, daar kwamen wij net ook achter. Hij gaat terug naar Jubilife City. En via daar gaat hij dan naar Eternal. Oké, is goed. Oké, dag. Dag. Doei. Ik zie hem vast in de volgende aflevering. En ik hoop dat ik jou ook zie bij de volgende aflevering. Dus doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan, zodat je daar sowieso bij bent. Dan zie ik je gewoon. Dus, bij de volgende. Mazzel!